Yo, iedereen, Tabbels hier weer. Zoals opnieuw, hey, mannen, een vlogje. Waarom? Het is België-Argentinië deze keer. En wij gaan natuurlijk supporter. Maar, zoals je hier kunt zien, mannen, die vlag en die muur, dat herkende ergens van, niet? Ik denk het wel. De Pepperoni of the Six, jawel. Ik zit namelijk hier nu aanwezig met een goeie pint. En ik zal hem nu eens even filmen. Hier, goed kijken, goed kijken, goed kijken. En hier zit hem dan, de Pepperoni. Hij is momenteel een intro aan het maken voor iemand zijn YouTube-kanaal. Ik moet zien dat ik hier niet van dat bed val. Maar hij is momenteel een intro aan het maken voor iemand zijn YouTube. En ja, wij gaan gewoon zeven supporteren in het stad. Antwerpen, Wagenaar, Bocadero, werk veel. En ik dacht van, kom, nu dat ik toch hier ben. Kim, ik daag je uit voor een challenge. Accepteert je die of niet? Dus hij accepteert ze. Nu, ik daag hem uit om 3 shotjes sterkie te gaan doen. Dus ik ga hier de video pauzeren en dan zijn we zo terug voor die challenge. Dus mannen, be right back. Maar dus bij deze zijn we nu in de Kim's keuken, zeg maar, en de drank is gepakt. Shotglaasjes staan klaar, dus bij deze Kim keuze veel succes voor de challenge. Oké, mannen, de drank is Safari. Dat is toch wel een redelijk zwaar drankje, ik heb het zelf ook geproefd. En bij deze gaat de Kim volledig in outfit van de Belgen nu als een 3 shotjes beginnen in 3, 2... En go. Everybody's got echoes, but don't look away. Mana challenge for Doord, de Kim doet het weer. We gaan een spouw leggen. Amai, mannen. Oké, het is bij deze... Ik heb echt 10 jaar gezet, die mensen daar niet zien. Maar dat was echt een spouw, hè, hier? Ja, dat was een spouw, maar ik heb hem... En zien, ja. Ik heb hem met frat. Oké, okay, mannen, dus bij deze, de Kim doe je toch weer schoon. En, ja... Nee. Tot de volgende keer, mannen. Allee, ik kan zeker verder filmen, dus tot straks. Yo! Dus, mannen, bij deze hadden ik en de Kim eigenlijk nog een hongerke. Dus ja, de Kim is gewoon de baas en zie wat dat hij gaat klaarmaken. Bevroren strategisch. Ja, bevroren, hij gaat ze wel nog eerst... Wow, overbelicht. Hij gaat ze wel nog eerst opbakken. Dus bij deze mannen komt het allemaal in orde. En wij gaan gewoon eten. Dus mannen, ja, dat is moeilijk saté's maken. Dus bij deze... Oké, Pieter, nou, wat hebben we geleerd? Nummer 1. Saté's uit pakken halen. Nummer 2. Saté's op bord leggen. En nummer 3. Zet eens de oven in. Voilà. Zo leert je koken, like Pieter. Dankjewel. Oké. Die stort in, godverdomme. Je maffin. Kom maar eens even helpen, gast. Moet ik helpen? Ja, kom okay. Snel, voordat dat ging zegt. Godverdomme, gast. Hey, Kim, dat is fucking zwaar, man. Ja, dat vond niet op YouTube. Daar gewoon kruid in dit. Mannen, ja, dus je hebt allemaal gezien. De Kim heeft natuurlijk ook iets gedaan, dus ik moet ook iets doen. Dus bij deze, ja... Ik kan dat gewoon proberen, hè. Oh. 1. Oh, moment. Is hij aan het drinken? Ah, shit, dat is te vol. Ja, dat is soms toch wel, zie. Kom, dat is op, liekjes, je bier. Kom maar, Mathieu, is dat echt zo'n beest? Dat zie je al. Is zo'n brede kerel. Applausje voor jezelf. Ik ben een brekker. Dus bij deze zijn we onderweg naar de bushalte. De Kim die gaat gewoon drank mee smokkelen. Dat is gewoon een badass. Dat is appelsap, gest. Appelsap? Ja. Ah, oké, okay, dat is dus appelsap. Dat is ook water gewoon. Bij deze mannen, België gaat winnen vanavond. En wij gaan erop vieren. Tot straks. Bij deze 1-0 voor Argentinië. Geen feest vanavond. Ik kijk wat in zijn boer helemaal kapot. Nee. Dus geen feest vanavond. Dan geef ik zelfs geen 50 euro. Geen feest vanavond, mannen. Gewoon afdruipen. Oh, deze sukt, gast. Ik wou dat wij dat hadden gewonnen, maar ja. 1-0, klaar. Kut. Argentinië. Stien gewoon een kijk. Gewoon een dikke stroom.